Welcome to a new festival vlog. Today I'm going to Perukaville in Germany. It's actually the same location as where Cubase used to be, so I'm really excited to be back there. It's been a while. Perukaville is actually a full weekend. I'm only going there on Saturday. I honestly just survived DEF CON and Drop Zone, and I have Decibel coming up. But honestly, it's my first time Perukaville, and if I enjoy it, I may go a weekend next year. Perukaville today has 10 stages with all different kinds of genres. Of course, there's a harder style stage, but we also have house, techno, urban, and all different kinds of stuff. So I'm really excited to explore a little today. Of course, I'm going to show you all stages and as many artists as I can. It starts at 3 p.m. and then it ends at 4 a.m. I actually like these times. I think it's a bit more interesting than the like 12 to 12 or 11 to 11. It's a little bit different, and I kind of like partying till in the night. On the other hand, you'll be very tired on Sunday, which you don't really have or have less with a day festival. But yeah, I'm really curious. Anyways, Perukaville looks really awesome from what I've seen, so I'm so excited to explore. If you're not Dutch, please turn on your subtitles, and I'll see you guys in Germany. Het heeft maar 3 uur geduurd, maar we zijn er. Oh, zal ik mijn auto uitzetten? Ja. Heb je er zin in, Daan? Ja. Ja, het was echt. We staan op de crewparking, maar het was echt. We hebben zeker 2 uur in de file gestaan. En het is al over 6 uur, terwijl het er om 4 uur zou zijn. Maar het is tot 4 uur 's nachts. Dus we gaan er iets moois van maken. Woe! Let's go! Let's go! Ik denk steeds dat we alles gezien hebben en dan kom ik
weer een stage of iets tegen. Het is hier zo tof. Echt, de aankleding is echt heel goed. We zijn bijna bij de auto. Ik vond het echt enorm gaaf, moet ik zeggen. Het, om de een of andere reden was het groter dan ik had verwacht. Ik weet niet wat ik had verwacht. Maar het is echt huge. Het is echt zoveel te doen. En ik kan me heel goed voorstellen waarom je een weekend moet gaan. Want ik denk dat ik niet eens alles gezien heb. Ik heb volgens mij alle stages gefilmd. Denk ik. Ik was zo verdwaald. Ik dacht altijd dat aan Cubase lag op dit terrein dat ik verdwaald was. Maar het ligt aan mij. Ik vond het heel schoon. De toiletten waren schoon. Het terrein was schoon. Alles liep eigenlijk wel soepel. Op sommige momenten was het echt mega druk. En andere weer best wel rustig. Ik denk dat mensen toch wel echt naar specifieke stages trokken. Bij de main stages, like, op dat einde was het echt... En daarna was het weer echt super chill. Heb ik nog meer te klagen of te zeggen? Ja. Show was goed. Show. De stages zagen er echt heel tof uit. We hebben... echt hele toffe visuals zien. Bij Kashmir was echt zo een of andere comic anime. Fucking sick, man. Gaande. Was echt heel erg sick. En ik moet zeggen, die harde style stage zag er ook echt heel erg tof uit. Ben ik niet super veel geweest. Want het is ook eens leuk om andere genres te exploren. Om het zo te zeggen. Ik kan even niet het Nederlands woord komen ontdekken. Anyway, we gaan naar huis rijden. Hopelijk gaat het een beetje soepel. Ik ben echt back off naar het dropzone. Toen ben ik ziek geworden. En nu dit. Volgende week weet ik niet wat ik ga doen. Maar sowieso ga ik naar de continent. En een heel weekend decibel. Dus like en abonneer. En tot de volgende keer. Doei. Bussie.